Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van onlineverf.nl. Vandaag ga ik jullie vertellen welk schuurpapier je voor welke klus kunt gebruiken. Belangrijk om te weten is dat de grofte van schuurpapier wordt aangegeven met de letter P en een cijfer. Hoe hoger het getal achter de P, hoe fijner het schuurpapier is. De grofte begint met P60 en loopt op tot P600. P60 is dus een hele grove korrel en P600 is een hele fijne korrel. We gebruiken hele grove korrels voor het verwijderen van verflagen, terwijl we hele fijne korrels gebruiken voor het materen van een verflaag. Materen begint met heel fijn schuren om alleen de bovenste laag een heel klein beetje open te maken. We doorlopen nu de meest voorkomende schuurgroftes, zodat je weet wat je moet gebruiken bij iedere klus. Belangrijk om te vermelden is dat je met schuren altijd in strapjes moet werken. Je werkt van een grove korrel naar een fijne korrel. Korrel P60 is een hele grove korrel die je gebruikt voor het verwijderen van verflagen. Ideaal als je bijvoorbeeld wilt schuren tot op het nieuwe hout. Bij oud schilderwerk wat je helemaal wilt verwijderen, is dit de juiste korrel. Daarna komt korrel P80. Deze korrel gebruik je bijvoorbeeld als je nieuw hout wilt schilderen. Bij nieuw hout is het belangrijk dat je hechting creëert, anders pakt de verf niet. Als je bent begonnen met P60 en daarna P80 hebt gebruikt, kun je korrel P100 gebruiken om de laatste verfresten te verwijderen. Met deze korrel kom je uiteindelijk op het kale hout. De groftes die ik net heb genoemd zijn ideaal voor verflagen die niet meer intact zijn. Natuurlijk heb je ook genoeg verflagen die nog redelijk intact zijn. Hierbij hoef je niet de grove korrel te gebruiken, maar kun je beginnen met bijvoorbeeld P120. Korrel P120 is geschikt voor houtwerk dat nog redelijk goed is. Als er bijvoorbeeld een bastje of een breuk in de laklaag zit, kun je dit met P120 opschuren totdat je een gladde ondergrond voelt. Ook voor nieuw hout is P120 geschikt. Heb je hout dat toch nog wat oneffenheden vertoont, maar verder wel goed is, dan gebruik je korrel P150. Je gebruikt deze grofte alleen als er nog zichtbare oneffenheden in het houtwerk zitten. Is het houtwerk nog gewoon intact en wil je alleen een nieuwe laklaag aanbrengen, kies dan P180. Dit is een veelgebruikte korrel die zorgt dat de bovenstaande verflaag wordt verwijderd. Voor nieuwe verflagen gebruik je korrel P240. En deze korrel is perfect voor houtwerk dat redelijk recent is geschilderd of als de verflaag er nog heel goed uitziet. Tevens kun je deze korrel ook goed gebruiken als je een tweede laag verf over de eerste laag verf wilt aanbrengen. De laatste veel voorkomende grofte is korrel P320. Deze fijne korrel gebruik je als je een tweede laag over de eerste laag wilt zetten. Met deze korrel mateer je heel fijn de bestaande verflaag. Het materen kun je ook doen met korrel P240. Alleen is deze korrel nog fijner en gevoeliger dan de vorige. Samenvattend kunnen we het volgende zeggen. Grove korrels zoals P60 en P80 gebruik je om oude verflagen te verwijderen. Middelgrove korrels zoals P100 tot en met P200 gebruik je om de ondergrond goed voor te bereiden. En fijne korrels zoals P240 en 320 gebruik je voor en tussen nieuwe verflagen. Bedankt voor het kijken naar deze video van onlineverf.nl. Heb je nog vragen, neem dan contact op met onze klantenservice of neem een kijkje op onze website www.onlineverf.nl. Bedankt en tot snel!